De A20 ter hoogte van het Kortlands Aquaduct is zondagavond lange tijd afgesloten geweest nadat er een ongeval tussen een vrachtwagen en twee auto's plaatsvond door een flinke hoosbui. Hierdoor kwam het wegdek van de A20 onder het aquaduct totaal blank te staan. Een auto reed het aquaduct onderdoor en reed een diepe plas in die was ontstaan door het vele regenwater. De auto kwam hierdoor stil te vallen. Een andere automobilist had door de vele neerslag geen zicht meer en knalde vervolgens op het stilgevallen voertuig voor hem. Door de aanrijding raakte ook een vrachtwagen de auto die stil stond. De balans, 2 licht gewonden. De snelweg werd een goede 3 uur afgesloten vanaf knooppunt Gouwen tot aan Prins Alexander. In de andere rijrichting was er 1 baan afgekruist totdat het wegdek weer gereinigd was.